Annette, leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag, geen idee welke datum. Maar als je heel veel zin hebt in deze weekvlog, zou ik het super leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en even abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier met deze video. Het is vandaag dus maandag en het is maandag 23 maart is het en het is 9:15. Ik ga net zoals vorige week, als je de vorige weekvlog hebt gezien, weer bij les geven elke dag. En deze dag doe ik het iets vroeger, want vanmiddag heb ik een soort livestream met mensen uit mijn klas en met de docent. Dus dat, hoe noem je dat? Geen livestream, een soort Skype call. Geen idee. In ieder geval, ik ga nu mijn spullen inpakken. En dan ga ik richting mijn moeder. Dan komt daar mijn oppaskindje naartoe. Bij les geven, uurtje pauze en dan weer bij les geven. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Zo, ik heb deze trui aan. Deze is gewoon van de Primark. Echt super leuk. Eronder een kooltrui van Zara. En mijn flarebroek is van Costes. En dan ga ik er nu weer vandoor. Oké, ik ben met mijn moeder. En ik heb voor deze week weer een nieuw schema gemaakt voor hem. Even kijken. Dus ja, voor elke dag. Dus dit is voor vandaag. Dan gaan we beginnen met lezen. Een tekst die je een paar keer in de week moet lezen, zodat je er steeds beter in wordt. Dan spelling. Dan gaan we de tafel van 4 oefenen. We gaan de les rekenen. En ook nog, dit is automatiseren en dit is in zo'n boekje. Dus hij kan er ieder moment zijn en dan gaan we lekker beginnen. Mag jij het opschrijven? Oude mensen spelen soms in het bejaardentehuis bingo. Schrijf op bingo. Eskimo's wonen in een iglo. Schrijf op iglo. Schrijf er maar onder. Netjes. Vroeger geloofde ik in een goede vee. Schrijf op vee. Hierna gaan we galgje spelen. Schrijf op hierna. Morgen ga ik mee naar buiten. Schrijf op mee. Allemaal goed. Goed gedaan. Ik heb bijles gegeven en daarna had ik een Skype call, of hoe wil je dat noemen, met mijn klas. Met 8 mensen aan mijn klas. Met de docent erbij. Dus dat was wel nuttig. Even een update, bla bla. Ik ga nu even naar de supermarkt. En om mijn spiegel nog open te klappen. Eeuw, daar zat een spinnenweb aan. Dus ik ga nu even naar de supermarkt. Dan ga ik even wat dingetjes kopen. En dan ga ik weer naar huis. Ik ga even kijken wat ik ga doen. Ik ga denk ik sporten. En ik heb nog echt letterlijk niks aan school gedaan. Dus dat moet ik ook even gaan doen. Vandaag krijg ik ook nog een pakketje binnen, denk ik. Ik moet even kijken. Wat ik heb gekocht. Yoghurt. Vat je dat al? Niet dit, hè? Je had niet magere yoghurt, toch? En ik heb weer ingevroren fruit. Wat? Voor de smoothies. Ik heb even een video gebeld met mij uit mijn klas. Ik heb net een nieuwe foto geplaatst. Deze. En ik heb ook even dingen in mijn story gezet voor Naked. In ieder geval, ja, dat heb ik ook even gedaan. Ik ga nu even YouTube video's kijken. En straks even sporten. Oké, het is vandaag dinsdag. Ik heb net gedoucht en me opgemaakt. Mijn haar moet nog wel even drogen. En ik moet het ook nog even feunen of stijlen. Ik moet even kijken wat ik wil. In ieder geval, ik ga zo weer bijles geven. Ik ga nu even ontbijten.
weet nog niet wat ik ga ontbijten. Maar ik heb er nu niet zo'n trek in. Maar als ik straks dan om ik moet natuurlijk tot 12 uur ongeveer bijles geven. Nou, dan daarna heb ik wel honger. Geloof me. Dus, en vanmiddag ga ik ook weer de kleuters doen. En daarna ga ik helemaal niks doen. Oh ja, en ik heb gisteren een uur buiten gelopen. Trots op mezelf. Ik weet niet hoeveel kilometer. Ik zal het wel in beeld doen. Zal ik het nu weer filmen als jij de woordjes zegt? Ja. Dan heb ik wel even jouw potlood nodig. Potlood. Oké, nou zeg maar. Papa. Oké, ik heb weer bijles gegeven. De hele dag. En ik ben bij mama thuis. En ik ga heel eventjes de laatste dingetjes kopen. Maar ik heb nu ook, als ik dat dan zeg, dan durf ik dat eigenlijk gewoon niet in mijn vlog te zeggen. Snap je wat ik bedoel? Nee, je moet dat niet spastisch doen. Nee, snap je? Dat is gewoon dat je even een paar boodschappen gaat doen. Ja, weet ik. Maar gewoon dat idee dat je dan zo'n mening daarover kreeg. Ik kreeg ook vorige week op mijn video, ik had één keer laten zien dat ik ging sporten. Ging zo'n meisje reageren. Ik ben personal trainer. Als je zo doorgaat, krijg je blessures. Toen dacht ik, ik ga echt al 5 jaar naar sportschool. Iedereen, hoe heet het? Ik weet echt wel hoe je een beetje moet sporten. Toen dacht ik echt, waar slaat deze reactie op? Maar ja, oké. Ik ga even wat boodschapjes doen. En dan ga ik straks gaan we even wandelen. Met z'n tweeën, 1,5 meter afstand. Ja, bij het huishouden mag je wel. Ja, dat is wel kansloos. Ja. Moet ik je dan in een kartonnen doos zetten? Oké, ik ben weer bij mijn vader thuis. Volgens mij staat mijn camera heel scheef. Ja, hij staat heel scheef. Maar maakt niet uit. Oké, ik heb net mijn handen gewassen en even een flesje water. Ik bedoel, vitaminewater gepakt. Maar ik vind deze echt heel erg lekker. En er is een pakketje binnengekomen. Want ik had namelijk een paar dagen geleden een sportmatje besteld. Want bij mijn moeder heb ik er gewoon 1 thuis. Alleen bij mijn vader nog niet. En ik dacht, het is wel handig, want anders is het zo pijnlijk op de grond. Dus ik pakte even een scherm om open te maken. Ik ga zo meteen eventjes weer wandelen een uur. Samen met mijn moeder. Dat mag gewoon. We gaan niet op een plek waar mensen zijn. Zo. En ik heb dit gewoon besteld bij bol.com. Maar het is dan gewoon van een andere website. Ik weet niet van welke. Het was volgens mij 20 euro. En ik dacht, hoe leuk is het om hem in deze mooie pastelroze kleur te bestellen. Dus dit is het sportmatje. Ik denk dat ik hem nog niet ga openmaken, want dat is best wel vervelend. Maar hij heet Yoga Mat en hij is van dit merk. Focus Fitness. In de color pink. Ik heb heel veel wattenschijfjes gekocht. Foundation, make-up remover en shampoo gekocht. Dus dat zijn de spulletjes die ik heb gekocht. Ik heb even lekker warme trui aangedaan. Mijn jas, joggingbroek aan. En dan ga ik nu richting mijn moeder en dan gaan we een uur wandelen. Dus dat. Oh, maar zat ertussen. Dus jullie zien mij daarna weer. Oké, ik ben terug van het wandelen en ik heb een uur gelopen, ging super goed en was ook heel erg gezellig. Ik
ga zo meteen mijn kamer weer verder opruimen. Maar ik ga even deze laten zien. Hij is super zacht. En hier kan je prima op sporten. Dus dat gaan jullie deze week nog wel zien. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ik ben heel even mijn nagellak aan het afhalen. Zodat je gewoon weer mijn nagels ziet die er normaal op zaten. En ik heb me net klaar gemaakt. Want ik ga straks met Celia een video opnemen. We gaan namelijk een hele leuke bakvideo opnemen. Dus als je die nog niet hebt gezien, druk even op het i'tje. Als die online staat. In ieder geval, ja, super veel zin in. Ik heb dit zwarte shirt aan van Naked en een grijze broek van Naked. En ik doe mijn Dr. Martens aan. Ik ben bijna klaar. En ja, heel veel zin in. En vanmiddag moet ik weer bijles geven. En ja, dat dus. Oké, ik ga dit even afhalen en dan zien jullie mij zo meteen. Oké, ik ben nu bij C thuis en we gaan zo meteen de bakvideo opnemen. Ik heb even een andere trui aangedaan, want dat was leuker met het filmen. En we gaan nu even de video opnemen. Oké. Oké, de muffins zijn af. We gaan ze zo meteen even proeven. En de video is ook af. Ik hoop dat het leuk is geworden. Geen idee. Even kijken. En we gaan nu... Wil je Temptation Island kijken? Ja. Of ben je niet bij dezelfde... Ben je ook bij de laatste aflevering? Ja, dat heb ik van vandaag. Ja, oké. Oké. Okay. Wil je nog wat eten? Nee, dank je. Zo. Oh, ik moet even je hotspot aan. Oké, ik ben alweer een hele tijd terug van C. En het was echt super gezellig. Ik kan echt niet bakken, maar ik vind het zo'n leuk idee. En zo leuk om te doen. En een goed concept om te bestellen. Dus misschien ga ik het ook wel vaker doen. En als jullie het leuk vinden dat ik dat film, moet je dat zeker even laten weten. Ik heb ook alweer bijles gegeven. Ik moest er vandaag maar één. En ik heb zo'n pakketje via AliExpress ontvangen. Dit heeft er echt 1000 jaar over gedaan. Oh, ik weet al wat het is. Wat erin zit is namelijk... ik heb soms van die tas en dan zit er van die rare koordjes aan. Of hoe noem je dat? Dat het niet echt een mooie kleur is. Dus ik dacht, ik bestel gewoon een zwarte met zilver. En dan kan je die gewoon aan je tas doen en verstellen. En dit ziet er ook heel netjes uit. Ik ga nu wat eten, 2 uurtjes in bed liggen en dan weer werken. Druk leven. Het is vandaag donderdag en het is nog best wel vroeg. Het is namelijk 9 uur. En dan, ik ga zo meteen weer bijles geven zoals elke dag. En ik heb ook al een bericht gekregen dat ik tot 1 juni geen school heb. En ik ben er zo niet blij mee. Ik zit er zo tegenop. Ik ben best wel benieuwd als mensen ook de PABO doen, maar ergens anders dus niet in Leiden, hoe dat dan voor hun gaat of wordt opgelost. Daar ben ik best wel benieuwd naar. Dus dan mag je me gewoon een Insta DM sturen of even reageren in de comments. In ieder geval, ik ga zo weer bijles geven. Ik heb mijn make-up gedaan. Ik heb een keer geen lijntje boven mijn oog gedaan. Omdat ik dat laatste best wel heftig vond, omdat mijn wimpers echt maar door blijven groeien. Straks ga ik even... Ik ga bij mijn moeder, geef ik de bijles. Dus ik ga mijn spullen meenemen. En ja... Tot eigenlijk moet ik vanmiddag ook een filmpje opnemen voor school. En dat zal ik straks nog wel even uitleggen. Ik ga nu even mijn schoenen aandoen. En dan laat ik jullie ook even mijn outfit zien. Oké, ik heb even lekker een smoothie gemaakt met aardbei, banaan en yoghurt. Heel erg lekker. En ik ga nu mijn spullen inpakken en naar mijn moeder toe. Wat ik aan heb is dit jasje van de Zara. Van de Zara Kids afdeling. Shirt van de H&M. En mijn flare broek met een split aan de voorkant. En deze is van de Sting met daaronder mijn Dr. Martens. Ik ben bij mijn moeder thuis en ik had nog... sorry, ik kreeg een heel raar appje. Van een vriendin van mij. Ik had nog iets leuks gekocht. Ik weet niet of het mijn maat is en allemaal dat soort dingen. Dus ik ga nu even kijken. Het is namelijk een Nike trainingspak. En ik vond hem er echt heel erg mooi uitzien. Ik heb een zwarte en ik heb hem in een maat S. Zo. En ik dacht, dit is wel heel chill met deze dagen. Zo. Deze.
En ik dacht, ik koop daarbij ook een soort van de trui of wat erbij hoort. Alleen, ik weet dus niet. Het was gewoon voor mannen en vrouwen. Maar de S ben ik dan altijd bang dat het een beetje te groot is. Maar het ziet er wel oké uit. Het is wel een hele andere stof dan de broek. De broek is meer een joggings. En dit heeft meer zo'n gladde stof. Maar wel een capuchon. En wel heel erg leuk. Deze. Ik zal hem wel even vanmiddag even aandoen. En dan zal ik het even laten zien. Ik dacht, ik laat het gelijk maar even zien. Maar hij zit heel lekker. En die capuchon vind ik ook wel grappig. Alleen hij is eigenlijk net iets te groot. Want onderkant komt hij hier. Dus dan moet je hem een beetje zo dragen. Maar dan vind ik hem wel minder leuk. Dus ik twijfel nog een beetje of ik deze ga houden. Oké, ik heb de broek ook aan. En de broek zit echt heel erg goed. Maar ik zit nu heel erg te twijfelen. Die trui zit gewoon niet goed. Ik moet hem helemaal zo dubbel. Nee, die ga ik sowieso niet houden. Je kan het volgens mij niet heel goed zien. Maar hij heeft echt aan de zijkant van zulke dingen. Dus ik ga denk ik alleen de broek houden. En dan moet ik voor de bovenkant iets anders bedenken. Ik ben weer klaar met bijles geven. En ik ga nu even de bakvideo bewerken. Die ik samen met een vriendinnetje van mij had opgenomen. Zo. En dat ga ik even beneden doen. En ik moet ook nog heel even die trui terugbrengen. Want die vind ik toch niet zo leuk. De broek hou ik, maar de trui niet. Wauw, it's golden hour. Oké, ik ben met mama in het bos. We zijn aan het lopen. We hebben bijna een half uur gelopen. En we hebben gisteren, we hebben een heel groot meer. En we hebben gisteren de ene kant gedaan. Nu gaan we proberen de andere kant. Omdat we dus willen weten hoe groot het meer is. Goeie uitleg. Dus we zijn lekker aan het lopen. En we gaan denk ik een uur ongeveer lopen. En daarna eten. Mackie eten. Het is vandaag vrijdag en het is 9 uur. Want om 10 uur moet ik weer bijles geven. Zoals elke dag. Ik heb mijn make-up net gedaan en heb mijn mascara al weggehaald. Volgens mij wel. In ieder geval, ik ben even wat aan het drinken. En ik heb zo'n drankje had ik gekocht. Maar het is niet echt heel erg lekker. Gisteren zou ik eigenlijk een stukje van een video filmen voor school. Maar dat moet ik zo meteen doen, want ik was gisteren echt zo druk. En er komen echt allemaal leuke video's aan. Vandaag komt er ook een leuke video online. Dus dat is ook heel erg top. Dus daar ben ik ook helemaal mee bezig. Ik ben ook heel erg benieuwd. Als jullie weer ideeën hebben, mag je dat ook laten weten. Ik ga vanmiddag even sporten. Zal ik dat even filmen? Ik moet morgen wel de hele dag werken. En ik moet ook even vandaag de vlog bewerken. Want ik moet even kijken hoe lang die is geworden. Want deze week heb ik natuurlijk niet heel veel gedaan. Vorige week vlog was weer wat meer. En ik denk dat het wel elke week een beetje anders is. Maar ja, dat is niet anders. Ik ga even die stukjes video opnemen. En dan ga ik richting het oppassen. Oké, ik ga nu naar mijn moeder toe rijden. En ik dacht, ik heb nog een beetje tijd. Dus ik laat haar even een paar liedjes horen. Want volgens mij vonden jullie dat vorige keer wel leuk. En ik heb ook mijn drankje mee. Wat ik niet zo lekker vind, maar ik vind het een beetje zonde om het weg te gooien. Pandemie. En daarom kies ik voor 1 leverancier. En 2, 3 of 4 systemen. Ik kijk in de ochtend altijd het nieuws. Even kijken. In ieder geval is vandaag ook het nieuwe liedje van Leeuw Klein uitgekomen. Dus laten we daar dan maar mee beginnen. Even luisteren. Hij heet Jongen van de Straat. Je bent al vaker weggelopen. Soms terecht, maar soms niet nodig. Die ga ik zo meteen even onderweg luisteren. Ik kan natuurlijk niet te lang in beeld doen, want dan hoor je. Dan krijg ik zo'n copyright claim hierop. Oké, even kijken. Welke zijn leuk? Ik weet eigenlijk helemaal niet meer welke ik vorige keer heb laten horen.
super onhandig dit. Oké, ik weet niet meer welke ik vorige keer heb laten horen. En anders ga ik nu dezelfde laten horen. Dat heeft niet heel veel zin. Ik ga in ieder geval nu rijden en dan doe ik het wel even morgen, denk ik. Oké, de eerste ronde bijles is gedaan. Ik ga zo even wat eten. Alleen ik ga vanmiddag bij de kleuters een les geven over geluid. Dus het leek me wel handig dat ik eerst heel even een filmpje dan laat zien aan de kinderen. Alleen dan moet je dus eerst het filmpje zelf kijken voordat ik het kan laten zien. Want je weet natuurlijk nooit wat er wordt gezegd. Ik zoek een video over geluid. En dan leeftijd. Ja, zoiets. En dan moet ik heel eventjes kijken. Dat het een beetje goed qua... Ja, dat het niet te moeilijk is, want het is voor de kleuters. Even kijken. Ik ga hem even kijken en dan ga ik zoveel het eten maken, maar ik weet niet wat ik ga maken. Geluid is trilling. Carlijn en Anne laten het even zien met een proefje. Anne strooit suiker op een herrie. Hey, maar kijk eens naar de suiker. Ik heb weer de hele dag bijles gegeven en ik ben net weer thuis. Ik ga nu even een video editen die moet voor school. En ik heb een beetje drinken en wat chocolade. Dus ik ga nu even dat doen. En even wat lekker dat afmaken. Dan heb ik dat in ieder geval gedaan. Straks ga ik weer naar mijn moeder toe. En ik moet nog even kijken. Misschien ga ik vanavond even sporten. Of een rondje lopen, dat kan ook. Ik heb deze week zo slecht gefilmd. Oké, het is vandaag zaterdag. En ik zie er echt niet uit. Ik moest vanochtend heel vroeg werken, maar ik had mijn uur vergist. Nou ja, hoe noem je dat? Ik weet het niet. Dus ik heb mijn make-up in 3 minuten gedaan. Ik had alleen even wat wenkbrauw en een beetje om mijn wimpers gedaan. En ik ga nu douchen, make-up eraf halen en de hele avond in bed liggen. Dus ik denk dat ik hierbij ook de vlog ga afsluiten. Meestal film ik ook op zondag. Maar dan moet ik even kijken. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik je volgende week. Zeg even doei. Doei.